Ja, een podcast vanuit het beautiful Bali. Oh ja, ik ben enthousiast. Ik voel me goed. En we gaan het vandaag eens hebben over het retreat, mijn inzichten, hoe het voor mij is geweest vooral ook. En natuurlijk voor de deelnemers, maar ook wat ik heb geleerd. Want er zijn echt heel veel dingen ook die ik heb geleerd. Dus if you're interested, ga lekker zitten, ga lekker wandelen, ga lekker sporten, ga lekker whatever. He, ga lekker door met whatever je aan het doen bent. Maar deze hele aflevering wil ik wijden aan het retreat. Ik zit op dit moment lekker op een balkon. Ik ben naar het strand gegaan, ik ben naar Sanur. En daar heb ik nog een aantal dagen. Vrijdag zijn de dames weggegaan en van vrijdag tot dinsdag zit ik nog lekker hier aan het strand en ik ben helemaal in mijn element. Dat was ik al, maar nu nog meer. Ja, jongens, wat was het? Als je me gevolgd hebt via Instagram, dan heb je het gevoeld. Wat was het een week? Damn, het was heftig. Het was nog mooier dan ik had durven dromen en ik zal meteen beginnen met mijn grootste inzicht. Nou ja, een van mijn grootste inzichten. En dat is dat ik, als ik heel eerlijk ben, ook wel getwijfeld heb van tevoren. Het woord bang is niet, het is niet de juiste beschrijving, maar getwijfeld heb van tevoren of ik dit wel echt leuk zou gaan vinden. En dat klinkt misschien heel stom, maar Severien zei het ook. Die zei, ik ben echt benieuwd of jij dit leuk gaat vinden, want je zit zo meteen gewoon 7 dagen lang continu met andere mensen samen. En jij die zo gesteld is op je rust als introvert, ik ben echt benieuwd, zei die. En dat heeft me ook aan denken gezet natuurlijk. En ik had geen idee, want vanuit mijn voorstelling kon ik echt alleen maar enthousiast worden. Maar ja, hoe het echt is, dat weet je pas als je het ervaart. En er is heel eerlijk heel weinig rust geweest. Er zijn heel weinig momenten van rust geweest. Dat hebben we ook samen besloten, omdat we gewoon zo in de flow zaten en we echt all in wilden gaan. En ik ook iedereen ruimte heb gegeven om ergens niet aan mee te doen, weg te lopen als ze tijd voor zichzelf te pakken als ze daar behoefte aan hadden. Dus die ruimte die was er. Maar er was gewoon weinig rust. En normaal gesproken heeft Kim daar heel veel moeite mee, maar ik had daar dus totaal geen moeite mee. Ik ben zo in mijn element geweest. Ik heb me fysiek echt vanaf het moment dat de dames kwamen, is er fysiek in mij iets geshift. Ik heb me goed gevoeld. Ik heb wel op mijn maag gelet met eten. Ik heb een beetje rustig aangedaan. Maar voor de rest was ik echt oké. En dan zie je dus ook, dat is ook een inzicht, wat er dus gebeurt op het moment dat je je focus shift. Ik heb me geshift vanaf zaterdag van, ik heb maagpijn, ik ben misselijk, ik voel me niet lekker. Naar, we gaan dit doen, ik kan dit. En alleen maar gefocust op de joy en het enthousiasme en hoe tof ik het allemaal vond. En ja, ik kan gewoon bijna zeggen dat ik de hele week niks gevoeld heb. Nu kom ik weer in mijn rust en dan voel ik mijn maag weer een beetje. Maar niet meer in die mate wat het was. En ja, ik kan ook heel makkelijk teruggaan naar die joy, omdat het gewoon zo vet was. Ja, je hebt niks aan de woorden zo vet. Dus ik zal het nu zo meteen ook concreter gaan maken. Maar ik wil dat je dit hier uit meeneemt ook. Op het moment dat er iets is met jou en je shift je focus, voel je je automatisch beter. Tony Robbins leerde me dat al. Op het moment, nou wat zei hij nou in april toen ik op zijn event was en natuurlijk ook alle YouTube video's die ik heb gekeken. Dan knipt hij met zijn hand zo van, you can shift your focus in a heartbeat. En dat is dus ook echt zo. Je kan echt meteen je focus shiften op het moment dat jij dat wil, dat jij daarvoor kiest. Het is een keuze, letterlijk, het is een keuze. En hoe zielig ik mezelf ook vond de dagen van tevoren en hoe zeer ik ook lag te miepen, net zo snel kon ik het gewoon echt letterlijk gewoon weghalen. Op het moment dat ik mijn focus geshift had, want op zaterdag moest ik er staan. En ik heb ook van tevoren never getwijfeld of ik er wel zou staan. Want ik heb heel veel berichtjes gekregen van, oké, maar ik hoop dat je je beter gaat voelen. Ik heb daar geen moment aan getwijfeld dat het niet goed zou komen. Ik wist, ik kan dit. Mijn lichaam kan dit aan, want mijn lichaam kan dit altijd aan. En ik vertelde dat tegen die dames ook. En daar kreeg ik nog een hele mooie reactie op van, wat inspirerend dat jij
zo'n band hebt met je lichaam, dat jouw waarheid dus over je lichaam zo krachtig is. En daar kan ik nog wat van leren, zei één dame die heel lang in een burn-out is gezeten en af en toe nog moeite heeft om in het vertrouwen te stappen. En ik geloof echt dat dit dus iets is wat jij jezelf kan vertellen, wat een waarheid voor jezelf kan worden. Mijn waarheid is, mijn lichaam trekt alles, alles wat ik wil. En dat klinkt misschien heel heftig, zo van, oh Kim, ben je nog niet bang dat je over je grenzen gaat? Nee, ik heb een burn-out gehad, ik weet hoe het is en sindsdien heb ik zo enorm leren voelen en naar mijn hart leren luisteren, dat gebeurt me nooit meer. En dat durf ik ook met 100% zekerheid te zeggen. Dat vertrouwen heb ik ook in mijn lichaam. Dus, dat is één. Twee is, ik heb dit zelf als introvert super vet gevonden. Ik kan dit dus. En ik heb ook geleerd, want ik had dit namelijk ook tijdens mijn live event. Het was ook zo'n hele heftige dag. Maar ook dat had ik toen al super tof ervaren. En als ik er namelijk last van heb, ga ik lichamelijk, voel ik dat. Op het moment dat het voor mij niet oké is, voel ik dat. Dan krijg ik hoofdpijn, vooral hoofdpijn. Maar dan ontstaat er druk. En dat heb ik gewoon de hele week niet gevoeld. Bij mijn live event ook niet, terwijl dat ook heel erg druk was. En ik ben tot de conclusie gekomen, misschien herkent iemand dit, dat er een verschil in mij zit of iets zakelijk of privé is. Ik merk dat ik dus voor mijn business, gewoon mijn allergrootste passie, boeit het gewoon allemaal niet. Ik kan alles, ik wil alles, ik vind het super vet en ik voel me gewoon echt on top of the world. En privé, als ik bijvoorbeeld op een feestje ben tot 's avonds laat, of op een bruiloft, of in een grote groep mensen me bevind, dan heb ik daar wel last van. Dan word ik daar dus niet gelukkig van. En dan trek ik dat wel, dat is het niet, maar ik vind het niet super leuk. En dan komt dat deel van die introvert in mij heel erg naar boven. Dus ja, dat heb ik echt over mezelf geleerd. Het kan dus ook op die manier blijkbaar. Geen idee of iemand dit herkent. Ja, sorry, de stoel kraakt heel erg nu. Het is allemaal niet het meest moderne spul waar ik nu op zit, maar dat boeit niet. Alles voor de view. Nee, maar misschien herken je dit. Want ik dacht, ja, als introvert, dan heb je altijd hetzelfde, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. De week begon en ja, weet je, ik wist ook niet wat ik aan het doen was. Hè. Laten we heel eerlijk zijn, dit was mijn eerste keer. Het was super spannend. Niet in die zin van super spannend, ik vind het eng, maar wel spannend in de zin van, nou, hoe ga ik het vinden? Hoe gaan de dames het ervaren? Hoe doe ik het? Hè? Hoe goed zet ik een retreat neer voor de eerste keer? En is wat ik heb voorbereid, slaat het ergens op? Is het voor herhaling vatbaar? Dat was gewoon één grote uitdaging. En ja, als je iets voor de eerste keer doet, ik wil eerlijk zeggen, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Niet tijdens het retreat, maar dat hele retreat van tevoren organiseren. Ik heb ook verschillende vragen gekregen van, ja, hoe doe je dat eigenlijk, een retreat organiseren? Ik heb geen idee. Ik heb maar wat gedaan, serieus. Ik heb geen idee. Ik heb maar gewoon wat gedaan zoals ik een retreat zou willen hebben, wat ik belangrijk zou vinden. En ik wist, die dames die ik heb aangetrokken, die gaan mee ook om mij, om wie ik ben en om wat mijn waarden zijn. En ik wist dat als ik mijn hart volg hierin, dat zij het fantastisch zullen vinden. En dat is precies wat gebeurd is. En dat is ook een eye-opener voor als je iets wil organiseren. Ja, natuurlijk ook verplaats je in je ideale klant. Maar ik heb echt meerdere keren mogen ervaren dat als ik het aanpak, hoe dat ik het graag zou willen, mijn ideale klant het automatisch ook super tof vindt. Dus wat hebben we gedaan? De eerste dag, zaterdag, was ontvangst. Nou, toen zijn we meteen de diepte ingegaan met je intentie neerzetten voor deze week. Je intentie neerzetten, doelen opschrijven en natuurlijk elkaar voorstellen. En dan echt niet zomaar, hoi, ik ben die en die. Nee, echt diepgang. Meteen de diepte in. Het was echt heel erg lekker. En al maanden bestond er een Facebookgroep, dus ze hadden allemaal kennis gemaakt. Maar elkaar live zien is toch net even wat anders. Dus meteen die zaterdag was er heel veel veiligheid, was er meteen diepgang. En ben ik ook meteen begonnen al met teachen. En ik weet nog dat we heb ik bewust voor gekozen. Ik heb toen gezegd, dames, deze methode gaat de hele week terugkomen. Dus ik wil dat je er nu mee kennis maakt. Ik wil dat je het noteert. Ik wil dat je hem voelt. En we gaan hem deze week heel vaak herhalen. Dat is de Choose Again Method. Ik zal daar misschien nog wel apart een podcast over maken. Doet er verder nu niet toe. Maar het is hoe je mindset shifts maakt in een heartbeat. Nou, dus daar zijn we mee begonnen. Toen uiteindelijk hebben we 's avonds lekker gegeten. Hebben we nog een avondronde gedaan. En zondag was de eerste hele dag eigenlijk. De eerste dag dat we op pad zouden gaan. Dat ik een hele dag excursies geboekt had.
Naar hele vette plekken zoals in de jungle boven Ubud. Daar zijn we naar zo'n swing geweest en een botanical garden. En gezien hoe je echt original koffie en thee maakt. En allemaal die Bali swings, dus hebben we daar op gezeten. En nou, de uitkijkpunt over de jungle was zo gruwelijk, gruwelijk gaaf. Smiddags nog een programma en dan hebben we maandag, omdat we zijn echt de hele dag op pad geweest. Maandag was een hele dag teaching, dus dan begonnen we de ochtend met yoga. Eerst meditatie, dan yoga, ontbijtje en vervolgens de hele dag natuurlijk met een lunchbreak en pauzes. Maar de hele dag stond in het teken van Law of Attraction Mastery. Dus de hele dag casussen, want ik heb ervoor gekozen bewust om de hele week in te steken vanuit mastermind perspectief. En dat is de beste keuze die ik had kunnen maken. Want daardoor, want wat bedoel ik daarmee mastermind perspectief? Dat ik een onderwerp ging behandelen en dat we door middel van casussen, dus iedereen, degene die daar behoefte aan had over dat onderwerp, bracht een casus in. Dus uit privé situatie of business situatie. En we gingen dus wat er geteacht werd vanuit die invalshoek benaderen. Nou, daardoor klikte het ook voor iedereen. Daardoor zag je het dus. Hoe pas je dat toe in je business? Hoe pas je dat toe in je privéleven? Hoe uitziet dat concreet? Waardoor die anderen die niet die casus hadden ingebracht, ook meteen die kliks konden maken. Omdat we echt continu met voorbeelden zetten te werken. Dus dan vallen de kwartjes. Dan zie je het ook echt. En dan vooral dan voel je het echt. En dat was echt een super fijne dag. Die dag is ook Melissa gekomen van Mel's Creative. Mel's Creative Photography, oh, ik weet de Instagram naam niet precies, maar Melissa, in ieder geval Melissa Kanter, super, super fantastische fotografen. Zij kon de hele dag foto's maken van het retreat op maandag en 's middags hadden al twee dames hun fotoshoot. Dus die gingen dan één voor één even weg bij de teachings. Maar de hele dag dus casussen, masterminden en door te masterminden ga je je nog kwetsbaarder opstellen. En dat zorgt voor nog meer diepgang. De eerste dag kwamen er ook meteen tranen, want ja, je zit een week met een groep, het is nieuw. En meteen die maandag, die eerste teachingsdag, waren er echt een paar dames flink aan het huilen. En ik had het verwacht, maar als het gebeurt, is het even goed even slikken. En ik vind dat jij als leider van die groep moet zorgen dat dat gefixt wordt, waarbij je iedereen in zijn waarde laat. Dus er waren wat irritaties, er waren vergelijkingen. De ene voelde zich minder dan de ander, de een irriteerde zich aan de ander. En het was enkel op maandag, hè? Want nu lijkt het net van, oh nee. Maar als je in een groep werkt, heb je dat altijd. Zeker als je continu met mensen op elkaars lip zit. Ze hadden wel allemaal een eigen kamer, maar toch, hè, het zijn heftige dagen. En dat is best wel pittig, want meteen ook die eerste dag stond alles in het teken. Want als jij Love Attraction wilt masteren, zul je dit ook moeten masteren. En dat is eigen verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er zich in jouw leven manifesteert. Dus ook op dat moment. Als jij je ergens aan irriteert, zegt dat wat over jezelf. Als jij je minder voelt dan een ander, zegt dat wat over jezelf. Dat wil niet zeggen dat die gevoelens er niet mogen zijn, absoluut niet. Maar doordat het gebeurde, vroeg ik ook echt letterlijk op de man af, ging ik naar ze toe van, ben je oké? Hoe is het met je? De hele tijd, de hele week, omdat ik het zo belangrijk vind dat iedereen zich goed voelt en dat iedereen een fucking fantastische week heeft met de dikste doorbraken die hij zich maar had kunnen wensen. En dat was pittig. En ik zei al, ik heb me erop op ingesteld natuurlijk. Ik coach al veel langer, maar ja, in zo'n omgeving en zo intensief komt er gewoon heel veel shit uit. Maar dat maakt het meteen ook weer heel mooi. Dat ga ik er ook bij zeggen. Want doordat je samen door de shit heen gaat, kan je ook samen weer omhoog klimmen. En ja, rise up. En dat voelen. En nog meer die hechtheid en die band creëren met die groep. Dus wat gebeurde was goed en ik had het verwacht. En één iemand zat heel diep en daar heb ik ook tegen gezegd, verwacht niet dat dit vandaag opgelost wordt. Het kan de hele week duren. Want als jij wilt transformeren, zul je vaak eerst door de shit heen moeten. Moet dat? Nee, je hoeft niet eerst door de shit heen. Dat is geen waarheid. Maar vaak zie je wel dat zo de transformaties plaatsvinden. Eerst vastlopen om daarna helemaal weer omhoog te klimmen. En dat gebeurde. En dat hoort erbij. Dat was maandag.
tussendoor lekker geluncht, 's avonds lekker gegeten. En in de avond hadden we ook een avondprogramma steeds. Terwijl ik eigenlijk me had voorgenomen om geen avondprogramma te hebben. Maar doordat het gewoon zo mooi was en we zo all in waren. De dames wilden ook gewoon door. En ik ga gewoon aan op het moment dat je mij vraagt om dit te doen. Echt, als je mij vraagt om te teachen over hetgene waar ik gepassioneerd over ben en casussen te leiden, mastermind te leiden, dan ga ik gewoon aan. Dan heb ik gewoon no limits en dan, ja, dan knal ik, span ik van enthousiasme uit elkaar. Dus voor mij was het totaal geen moeite om dit te doen. En vooral niet met mensen die er alles uit willen halen wat erin zit. Dus in de avonden gingen ook lekker door. En ik merkte in de avonden, dan was het lekker rustig. We hadden geen onderbrekingen, er was geen honger meer, want iedereen had gegeten. We hadden lekkere chips en hapjes en zo, alles gehaald. En we kregen onbeperkt drinken. En dan kun je gewoon ook doorknallen. Resulteerde wel in dat we te laat in bed lagen. Tenminste, ik lag te laat in bed. Ik heb echt mijn slaap nodig. Maar dat was oké. Op adrenaline trek je heel veel. Is dat supergoed? Nee, niet altijd. Maar een week lang trek je dat wel. En toen was het dinsdag. Zijn we weer een hele dag op pad gegaan. Nou, die dag was echt voor de Excona cursus mijn favoriet. We hebben namelijk toen een jungle trekking gedaan. Echt super vet. Om uiteindelijk beneden bij een groot meer uit te komen, waarbij we dus met een traditionele kano voor 4 personen een meer over zijn gegaan. En dat was zo vet. Ja, kim en water, hè. Het was zo mooi. En nou ja, die hele jungle trekking was al bijzonder. Zeker als je dat met een groep like-minded people doet. En dan die tocht, oh man, dat was fantastisch. En toen wilden we nog zonsondergang ergens gaan kijken. Dat hebben we helaas niet meer gehaald. Dus we zijn lekker pizza's gaan halen en terug naar onze villa gegaan. En daar hebben we lekker girls night gedaan met pizza en bikinis en in het zwembad. En oh, het was zo leuk, het was zo leuk. Echt, het was zo leuk. Het was echt zo leuk. En dan de woensdag. De woensdag stond ook helemaal in het teken van teachen weer de hele dag. Ik had sowieso 3 hele trainingsdagen en uiteindelijk zijn dat er 4 geworden. De maandag was een hele trainingsdag, de woensdag was een hele training, donderdag was een hele trainingsdag en uiteindelijk zijn we vrijdag ook nog de hele dag doorgegaan. Dus dat was echt heel cool. Op woensdag stond in het teken van business mastery. Dus toen zijn we echt de hele dag aan de slag gegaan met salesgesprekken. Nee, dat is niet waar. Money mindset en salesgesprekken kwam op dag 3, ja, dat kwam op donderdag. Zeg ik verkeerd, sorry. Ik ben ook af en toe een beetje de volgorde kwijt. Business mastery. Dus toen zijn we ook echt weer met casussen, alleen maar business casussen aan de slag gegaan. Weer in de vorm van een mastermind. En ja, iedereen heeft sowieso een casus kunnen inbrengen. Meerdere zelfs. En wat zo fantastisch is, hè, van dit model, is dat niet alleen ik aan het coachen ben, maar de rest ook. Want we hebben allemaal zo'n verschillende business en zo'n verschillende ervaringen. En door vanuit allerlei hoeken op jouw zaakjes probleem te schieten, komen er zoveel inzichten en zo'n diepgaande gesprekken. Dat was echt fantastisch. We hebben een heel groot deel gehad over marketing. Hoe trek ik de ideale klant aan? Wat zeg ik? Coaching ook. Wat ik dus merk, vooral de coaches, dat zie ik op Instagram. Hè, dat zag ik bij degene die meeging aan mijn retreat. Ik geloof erin dat mensen ja laten zeggen tegen wat jij te bieden hebt. Ook vooral heel veel te maken heeft met hoe goed jij kunt coachen. Want op het moment dat jij namelijk zo'n goede vragen kunt stellen, laat jij hen, en ook in dat voorgesprek, een kennismakingsgesprek, laat jij de klant met het antwoord komen. En dat doet zoveel. Het gaat niet om heel graag een klant willen binnenhalen. Het gaat om dat een klant moet voelen hoe bevoorrecht hij is, dat hij met jou mag werken. En dit klinkt heel arrogant en zo is het niet bedoeld, maar dit is wel het uitgangspunt. Je hoeft klanten niet te smeken, dat moet je niet eens willen. Je kunt een situatie creëren waarin een klant echt voelt, oh man, wat zou ik graag met haar willen werken. Ik heb er alles voor over om dat voor elkaar te krijgen. Die situatie wil je creëren. En naar mijn mening heeft dat vooral te maken met hele goede vragen stellen en een ontzettend goede coach worden. Nou, daar zijn we dus heel erg mee aan de slag gegaan met hoe ik coachgesprekken voer. Hele scripts hebben we gewoon opgeschreven. Ik heb alles opgeschreven. Ik heb alles met ze gedeeld, hoe dat ik alles aanpak. En ja, ik merkte dat ze dat ontzettend waardevol vonden en dat er zoveel kwartjes vielen. En dat zijn dingen die je gewoon nu, vanaf nu meeneemt en die je voor altijd anders doet. En dat gaat je business zo skyrocketen, dat is niet normaal.
Dat was woensdag. En toen, donderdag, stond het teken van money mindset en salesgesprekken. Oftewel het voeren van succesvolle kennismakingsgesprekken, strategiegesprekken, groeigesprekken, hoe je het maar wilt noemen. Om ervoor te zorgen dat jij, 100%, als je het echt in sales term wil pakken, 100% closing rate hebt. Dus 100% mensen die contact met je zoeken ook ja zeggen, dat kun je creëren. Dat is natuurlijk altijd een situatie dat iemand niet de juiste match is. Dat zeg ik ook altijd eerlijk. Dan is het niet 100% closing rate, maar aan de andere kant ook wel. Want iemand die vanuit beide kanten geen match is, dat is ook niet iemand die nee tegen jou zegt. Het is gewoon van beide kanten geen match. Dus vind ik persoonlijk, die telt niet mee, want het klopt gewoon niet. En dat kunnen. De combinatie shifts maken in money mindset. In combinatie met vet goed worden in mensen laten voelen dat ze bevoorrecht zijn als ze met jou mogen werken. Dat ze voelen, oh hell yes, alsjeblieft laat me met jou werken. Alsjeblieft mag ik in jouw coachingstraject. Is goud waard. En dat heeft niks met manipuleren te maken. Dat heeft niks met fake zijn te maken. Dat heeft alles te maken met authentiek zijn. En jezelf niet te verkopen, maar de klant met het antwoord laten komen. Die dag zijn er ook zoveel kwartjes vallen. Ik vond dat persoonlijk zelf de beste dag. Heb ik ook teruggekregen van de mensen. We zijn zo de diepte ingegaan. Ik heb ook daar weer een heel script gegeven van hoe dat ik zo'n kennismakingsgesprek aanpak. Zijn er vaste zinnen? Ja, sommige wel. Is er een automatische volgorde? Nee, ik doe dat op gevoel altijd. Maar ik geloof er wel in dat er bepaalde vragen zijn die ervoor zorgen dat mensen echt over zichzelf gaan nadenken. En echt in de actiestand komen. En dat is wat je wil. En toen de vrijdag. En dat was de allerlaatste dag. En die dag zouden we eigenlijk om 12:00 de kamer uit moeten. Dat zijn we, hebben we ook gedaan. Maar ja, we zaten nog zo in de flow. En alleen één iemand moest weg. Die ging naar het vliegtuig die dag. En de rest had zoiets. Ik vind het zo fijn. Ik wil geen afscheid nemen. En ik had precies hetzelfde. Dus wat hebben we toen gedaan? We zijn uiteindelijk tot 7:00 s'avonds gewoon nog op de locatie gebleven. We zijn doorgegaan. We hadden wel de koffers uit de kamer gehaald. Maar we mochten blijven. Want de locatie sloot voor renovatie. Dus er waren ook geen andere gasten. En we hebben gewoon nog de hele dag gemastermind. Lekker gegeten. Gezellig gehad met elkaar. En toen s'avonds om 7:00 hadden we allemaal een taxi besteld. Namen we afscheid. En zijn we allemaal onze eigen weg gegaan. Met wat traantjes. Maar we wisten ook, dit gaat gewoon niet het einde zijn. Die groep blijft bestaan. We hebben een WhatsApp-groep aangemaakt. Ik ga ook nog een terugkomdag organiseren. Het zijn gewoon echt vriendinnen geworden. Het is zo bijzonder. Het is echt zo bijzonder. De laatste dag, op donderdag, heb ik ook reviews opgenomen. En als je dan hoort wat er uit de monden komt van hem. Hè, wat ze dan tegen me zeggen. Ja, echt. Ik, met tranen in mijn ogen, echt met tranen in mijn ogen heb ik die opgenomen. Ik zal die ook nog gaan delen. Een deel heb ik al gedeeld op Insta Stories, kleine gedeeltes ervan. Maar ja, ik ga proberen om nog een compilatie te maken die echt mooi het retreat weergeeft achteraf. Met ook de testimonials. Dus daar moet ik nog even wat werk in steken. Of misschien ga ik het al uitbesteden. Ik ga eens even kijken wat ik daarmee doe. Maar die testimonials, Jezus. Onder andere kreeg ik dus van twee afzonderlijke personen terug, dat ze zeiden, ik wist dat je goed was, maar live en in een groepsetting ben jij zo ongelooflijk sterk. Ik vind jou serieus de beste die ik ken op dit gebied. En ik hoor dat en ik kijk hen aan en het zakt ook niet. Ik zeg, hoor je wel wat je zegt? Ja, ik meen het. En normaal gesproken zakt, als die bij mij zakt, dan schiet ik vol. Dan komen de tranen van dankbaarheid. En dat gebeurde niet. Gewoon omdat ik dat niet kon geloven dat iemand dat meent. Ja, bizar hè, hoe dat werkt. En toen daarna een volgende testimonial. Hij zegt nagenoeg hetzelfde. Hij zegt, ik heb jou langer meegemaakt. Maar in deze setting en ook weer in groepssituatie ben jij zo sterk. Jij bent echt de beste. Nou, en toen dat gezegd werd, toen begon ik me toch een partij te janken. Dat is echt heel heftig. Gewoon omdat dat,
ja, weet je, dit is gewoon mijn passie, dit is mijn droom. En natuurlijk weet ik dat ik dit heel goed kan, zonder dat ik dit arrogant bedoel. Ik ben hier ook echt heel erg goed in. Maar na het eerste retreat deze woorden te horen, ja, dat het is gewoon, ja. Stel je eens voor dat je dat hoort. Je bent gewoon de beste coach die er bestaat op dit gebied. Dit is toch fantastisch. Een andere dame zei ook, jouw prijzen zijn veel te laag. Ik snap niet dat je hier niet veel meer voor vraagt. Twee anderen zeiden, Kim, ik zou er met gemak het dubbele voor betaald hebben. Zo waardevol was het. Nog iemand anders zei, ik kwam hier met één doel. En dat was leren voelen. En man, wat is het missie geslaagd. Nog iemand anders zei, ik heb in 1 week nu meer geleerd dan het afgelopen jaar bij elkaar. Ja, zo kan ik doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dit is wat ik wilde. Dit was mijn intentie met het retreat. Maar het heeft zoveel sterker uitgepakt dan ik had durven dromen, dat dit echt letterlijk nu een droom is die uitkomt. En ik merk nu ik de podcast opneem, dat het nog steeds niet helemaal is ingedaald. Ik heb zoveel complimenten gekregen. Dat is gewoon niet normaal. Ik heb er ook heel veel uitgedeeld uiteraard, maar ik heb er zoveel mogen ontvangen. En echt, echt bizarre dingen gewoon. Dat doet ook wat met mij natuurlijk, hè, als coach. Het zet me aan het denken. Ik mag zelf ook nog meer mijn waarde ownen. Ik heb me ook nu weer gerealiseerd. En ik realiseerde me dat ook in de mastermind al. Ik ben zo sterk in groepen. Individueel vind ik mezelf ook een goede coach. Het gaat echt helemaal over hoe goed ik mezelf vind. Nou ja, het is helemaal niet verkeerd bedoeld. Maar ik deel dit met je omdat ik graag wil met alles wat ik zeg, dat je het op jezelf reflecteert. Dat je gaat nadenken over jezelf. Ik heb dus gemerkt en ik heb het ook teruggekregen dat ik dus het allerbeste van mij als coach naar boven komt als ik in een groepsproces kan zijn. En dit is echt wat ik moet doen. En iemand anders zei, je hebt me individueel gecoacht en ik vond je supersterk. Maar hier ben je zo sterk dat niks kan dat evenaren. Ja, dat zet mij natuurlijk ook aan het denken. En ik merk ook dat ik het veel leuker vind, die groepsprocessen. En dat er veel meer doorbraken zijn. Dus voor mij nu op dit moment, als je het hebt over wat gaan jouw volgende lanceringen zijn live. Dan blijft het in een groep. Omdat ik gewoon voor mijn klanten er zoveel meer uit kan halen in een groepsproces. Ik geloof zelf ook heel erg in de waarde van een groepsproces. Dat ik nu niet zie dat dit anders gaat worden. En ik krijg heel vaak de vraag voor individuele coaching. Maar tot op heden heb ik iedere keer nee gezegd. En ik denk dat ik dat blijf doen. Omdat ik jou het allerbeste kan helpen in een groepstraject. Dan geef ik het allerbeste van mij. Dan komt de allerbeste coach naar voren. Ik geloof heel erg in de kracht ook van het hebben van een mastermind model. En dat heb ik zowel in Nederland letterlijk een mastermind als in Bali. Dat we het allemaal hebben ingestoken vanuit een mastermind. Dit is zo waardevol. Ik ga dit uitbreiden. Ik ga ermee door. Dit gaat, ja, dit wordt het gewoon. Dit voor nu in ieder geval. Ik ben nog wel iemand die van gedachten kan veranderen, maar voor nu voel ik hem gewoon echt helemaal. Dus dan weet je dat. Als je denkt van ja, ik wil live door jou gecoacht worden. Dat kan. Maar wel in groepsproces. En dat is omdat ik op die manier jou het allerbeste kan helpen. Dit gaat niet om mij. Ja, ook om mij, omdat ik de allerbeste versie van mezelf kan zijn. Maar dit gaat over jou. Hoe kan ik jou het allerbeste helpen op die manier? Dus ik ga volgend jaar een nieuwe mastermind lanceren. Er komt een nieuw retreat aan, zoals ik al heb aangegeven in mijn vorige stories. Ik ga ook de mogelijkheid bieden om het in 12 termijnen te betalen, want ik wil dat fucking geld geen obstakel is om niet mee te gaan. Je hebt het net gehoord, echt, er gaan zoveel shifts vallen. Maak, je gaat zoveel shifts maken, er gaan zoveel kwartjes vallen. Dit gaat zo diepgaand zijn. In 1 week leer je meer dan in een jaar. Er waren ook 2 dames bij het retreat die ook in de mastermind zitten. En zij zeiden, ja, die combinatie van die 2, dat is echt het allerbeste. Dat gun ik iedereen. Ja, dat ervaar ik dus precies zo. Dus ik ga dus ook weer een combinatie aanbieden, omdat dat het allerbeste is.
Dat is wat ik nu al kan zeggen wat er in 2020 aan gaat komen. Een nieuwe mastermind, een nieuw retreat, een combinatie. Ik ga in 12 termijnen ga ik aanbieden. En ik heb ook nog de vraag gekregen weer van een aantal niet-ondernemers of ik zo'n retreat wil organiseren. Dan ga ik weer zeggen ja. Als ik een groep van 8 à 10 mensen bij elkaar krijg, like-minded people, niet-ondernemers, is het voor mij een hell yes. Maar dan moeten het ook wel die personen zijn die niet miepen over een investering, want daar kan ik niet tegen. Het is het zo enorm waard. En dit jaar was het ook zo dat een heleboel niet-ondernemers gereageerd hebben. En uiteindelijk miept iedereen toch over de investering en daar heb ik geen zin in. Dus ja, ik sta ervoor open, maar wel als je je meldt en je miept niet over de investering, dat is gewoon een voorwaarde. Want daar kan ik gewoon niet tegen, dus dan heb ik daar ook geen zin in. Dus we'll see what happens. Ik heb nu al heel veel aanmeldingen gekregen van mensen die geïnteresseerd zijn voor het retreat in 2020. Als je dit luistert en je hebt het niet meegekregen op Insta Stories, stuur me even een mailtje naar info@kimmunnekom.nl of een DM op Instagram. En dan ga ik met jou heel snel een call inplannen als ik terug ben in Nederland. En dan gaan we kijken of jij een match bent voor Bali 2020. Je energie is het allerbelangrijkste. Dat is nummer 1 voorwaarde die moet kloppen. Als het matcht, mag je mee. En ja, je mag dus in 12 termijnen betalen, dus dat hele geld is geen fucking belemmering meer. Als jij voelt, ik moet erbij zijn, let me know. Ik denk dat de plekjes namelijk heel snel vol zijn. Morgen ga ik, as we speak, want het is nu zondagavond als ik deze podcast opneem, ga ik de hele dag op pad richting het noorden van Bali. Gaan we als eerste naartoe. Omdat ik daar, ja, ik kan het alvast verklappen, maar ik hoop ook daadwerkelijk wel dat ik dan iets vet vind. Iets vets vind, omdat ik daar een aantal villa's ga bezichtigen aan het strand. Ik wil wat anders volgend jaar. Ja, ik wil gewoon wat anders volgend jaar. Dus Bali 2020 wordt weer anders. Ik hoop dat ik een hele vette villa aan het strand vind morgen. Ja, dat is voor mij nog een extra dimensie. En als je het hebt over wat zijn mijn lessen, wat wil ik volgend jaar anders doen? Want ik heb natuurlijk ook heel veel geleerd, zoals ik in het begin zei. Dat is onder andere dat ik 1 dag tekort kwam. Dus volgend jaar zal het 1 dag langer duren. 8 dagen in plaats van 7. Daarnaast ga ik waarschijnlijk kiezen voor enkel 's ochtends meditatie en geen yoga. Of een paar dagen yoga en niet allemaal. Want ik merkte aan de dames dat ze helemaal, inclusief ikzelf, verzuurd waren, moe waren. En er ging heel veel tijd zitten 's ochtends die we kwijt waren, doordat het zo'n lange les was. Terwijl heel veel mensen zin hadden om 's ochtends meteen te knallen. En de meditatie echt het meest waardevolle was. En het meest complementair was. Het meest aanvullend was aan het hele retreat. Dus ik denk dat ik ga voor enkel meditatie en vooral deep dive op meditatie en minder yoga. Misschien ook wel een dag minder excursie, maar dat ga ik even zien aan de hand van de villa die ik ga boeken, waar we zitten en of het lukt om een dag langer te gaan. Want als we een dag extra hebben, dan die excursies zijn ook gewoon super tof. Dus, maar ik merkte nu, ik kwam een dag tekort, dus een dag extra teachen zou echt super waardevol zijn geweest. Dus die dag extra, die komt er ook gewoon. Dus misschien een dag minder excursies, maar ja, nou, omdat het gewoon ook echt zo leuk was, weet ik dat nog niet. Wat ik ook ga veranderen is dat ik ga zorgen dat het eten in-house is. Nu moesten we 's middags, gingen we vaker eten afhalen en 's avonds gingen we ergens naartoe. Maar het was niet op de locatie zelf, omdat ik daar wat gedoe mee heb gehad met die locatie. Het was gewoon niet super fijn, dat heb ik besloten, nee, doen we niet. Ik ga lekker zorgen ergens anders voor het eten, maar mijn ervaring nu is dat kostte me te veel tijd. Die tijd die we kwijt waren daaraan, konden we ook aan nuttige dingen besteden. Dus volgend jaar ga ik zorgen dat er een kok in huis is die allemaal lekkere dingen gaat bereiden. Zodat het echt, ja, echt op en top geregeld is. En als het nodig is, we dus gewoon een hele dag kunnen knallen. Want wat er nu gebeurde door die pauzes die we moesten pakken met het eten, hadden we weinig vrije tijd. Terwijl ik gewoon heel graag eigenlijk om 3:30 wilde stoppen 's middags. En ze lekker tijd geven om aan het zwembad te liggen en te chillen. En omdat we al zoveel tijd kwijt waren met het eten en het plannen daarvan, kwam dat er gewoon niet van. En de dames wilden ook gewoon door, dus het was prima. Maar volgend jaar wil ik dus meer rust inbouwen. En door het eten in-house te verzorgen, hoef ik verder niks meer te regelen. En ja, zij hebben gewoon al die extra tijd niet kwijt. Als ik even nadenk, zijn dat denk ik nu
de belangrijkste dingen die ik sowieso anders wil doen. Qua inhoud zeg ik zelf, het was perfect. En dat heb ik ook teruggekregen van de dames. Qua manager van de groep was het ook perfect. Ja, qua energie van de groep was het ook perfect. Dus echt heel veel dingen gingen heel erg goed. En de dingen die ik net opnoemde, dat waren echt verbeterpunten en inzichten, ervaring. Die gaan volgend jaar gewoon anders zijn. En dan wordt het gewoon, het wordt gewoon nog beter. Het wordt gewoon nog beter. En ik voelde ook verbeterpunten en die mogen er ook zijn. Maar ik wil ook meteen daarna zeggen en ik wil ook dat je dat op jezelf betrekt. Hè. Dat heeft niks te maken met retreat, maar met alles wat je organiseert. Voel ook de trots. Voel de trots op jezelf dat je dit verdomme geflikt hebt. Ik heb verdomme mijn retreat geflikt, terwijl ik me een paar dagen van tevoren nog kostmisselijk mijn maagpijn. Ik dacht echt, hè, en ik heb niet getwijfeld, dus dat zei ik al, of ik er zou staan, maar ik heb het verdomme geflikt en het was fucking vet. En het was waardevoller voor de deelnemers dan dat ik had durven dromen. Yes, dat is voor mij zo fijn, ook die bevestiging. Ik moet dat toch toegeven. Dat, hè, ook al is het zo, dat weet ik, je moet die bevestiging niet nodig hebben. Maar hoe lekker is het om die bevestiging van je klanten te krijgen, dat ze het zo fijn vonden, dat ze zo'n doorbraak hebben gehad. En juist ook nog, we hebben nu nog de WhatsApp-groep en daar is elke dag intensief contact. Dat de meeste dames zeggen, wauw, zeggen ze, de grootste inzichten komen nog zelfs nadien. Ik heb nu nadien nog zoveel dingen die op zijn plek vallen. Het is gewoon niet normaal. Het blijft maar komen. Ze hebben ook allemaal mooie posts geschreven over hun ervaringen. En ja, ja, zoals ik al zei, ze hebben belachelijk goede testimonials opgenomen. Het is echt te bizar. Voel die trots als je dit neerzet als coach. Voel die trots als je dit neerzet als ondernemer. Ik ben trots. Ik ben echt trots op mezelf. En dat zeg ik niet vaak, maar dit was echt heel gaaf. En ik ben zo dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Ik ben zo dankbaar voor die fantastische groep die er was. Stuk voor stuk zijn het toppers. Met enorme potentie. En ik weet dat zij zo hard gaan groeien vanaf nu. Dat ik nu al kan genieten om ze te volgen. Zij gunden zichzelf dat. Het wordt tijd dat jij jezelf dat ook gunt. Als jij mee wil volgend jaar. Of je wil iets qua investering doen in jezelf. Of je wil deelnemen aan de mastermind. Of misschien wil je wel iets heel anders en wil je helemaal niks van mij. En dat is ook helemaal goed. Maar wat je wil, gun jezelf dat. Zeg ja tegen jezelf. Daar begint alles. Jouw groei begint op het moment dat jij ja zegt tegen jezelf. Uit de angst stappen en in het vertrouwen. Als je nog niet weet hoe, laat het universum je helpen. En dat bedoel ik niet zweverig en dat bedoel ik niet, je hoeft niks te doen. Dat bedoel ik, als je iets wil, ga er dan voor. Je weet wat je te doen staat. Je weet wat die eerste stap is. Doe dat. Stap in het vertrouwen en stap uit de angst. That is where the magic happens. Go for it. Weet je nog? Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. En dan wil ik, voor ik dit afsluit, ook nog eventjes dikke credits geven aan Kim Schollema van Kim Speelvol en Riri Starseed. Die dames, vooral Kim ook van tevoren, Kim heeft mij 5 dagen op rij elke avond reiki gegeven van een afstand. En dit heeft mij zo goed gedaan. Het heeft me geholpen met mijn maagpijn en mijn misselijkheid. Zij bood me dit aan toen ik in Bali zat en ik heb het met liefde ontvangen en het heeft me zo enorm geholpen. Ik geloof daar dus ook heel erg in. Dat me ook heeft geholpen tijdens het retreat om zo krachtig te zijn en zoiets vets neer te zetten. Dus Kim, bij deze nog een keer, dank je wel dat je me dit cadeau hebt gegeven. En daarnaast ook nog 1 dag... een lieve Riri die een dag 's ochtends een geleide meditatie heeft verzorgd toen we de yoga hebben afgezegd. En Riri heeft mij ook nog reiki gegeven tijdens het retreat. Want er is 1 dag geweest, en dat klinkt misschien heel onnozel, maar het was echt heel erg. Heb ik zo'n ontzettende pijn gehad in mijn benen van de yoga van maandag. Ik had zo'n pijn met lopen dat tijdens de excursie moesten we heel veel trappen af. En ik liep achteraan en niemand zag het. Ik heb de tranen liepen over mijn wangen van de pijn. En dat heb ik niet snel. Maar ik had zo'n
pijn. Ik werd er knettergek van. Ik ben veel te ver gegaan met yoga. De yoga teacher dacht, die in het begin met de oefeningen was ik heel flexibel. En daarna kwamen de oefeningen die mijn lijf niet zo goed kan. En volgens mij dacht de yoga teacher, dit kan zij ook. Ik moet gewoon even doorduwen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft zo doorgeduwd dat ik zo'n pijn heb gehad. Holy shit. En Riri heeft toen tijdens de excursie heeft zij mij reiki gegeven. En dat heeft zo de norm de pijn verlicht. Dus dames, ook nog extra voor jullie hulp en ja, alles. Ik heb zoveel lieve berichtjes gekregen en zoveel mogen ontvangen. Dank je wel. Dit was echt een droom die uitkomt. En ik wil jou nu oproepen. En ik merk dat ik een beetje moe begin te worden. Dat het misschien ook van de hak op de tak was. Ik ben waarschijnlijk van alles vergeten. Maar die downloads die komen wel gedurende de komende dagen. Ik wilde gewoon dit nu opnemen. Ik wilde dit met je delen. Hopelijk vond je het waardevol. En ik hoop vooral dat je eruit haalt. Als jij een droom hebt, ga ervoor. Als ik dit kan, kun jij dit ook. Ik ben niks speciaals. Ik ben enkel een vrouw, een meisje met een hele grote droom. En ik heb nog hele grote dromen. En die ga ik nu ook verwezenlijken, want dat heeft het retreat mij ook gebracht. Ik heb nog meer inzichten gekregen. Ik voel nog meer wat ik te doen heb. Ik voel nog meer dat ik het grootste mag aanpakken. En die wil ik meteen terugkaatsen naar jou. Als jij voelt dat je wat te doen hebt en je houdt jezelf veel te klein. Als jij ergens ja tegen wil zeggen, maar je kiest voor angst. Je hebt geldblokkades, whatever, allemaal die bullshit. Vertrouw mij. Laat het los. Zeg ja. Kies voor jezelf. En er gaat zo'n enorme shift plaatsvinden. Dat je achteraf jezelf zo dankbaar bent voor dit moment. Let me know wat dat voor jou is als je dit hoort. Let me know wat die shift voor jou gaat zijn. Als je erbij wilt zijn, Bali 2020, stuur me een mailtje of stuur me een DM. Dan gaan we heel snel een call in plannen. En misschien ben jij wel een van die fantastische zielen die er volgend jaar bij gaat zijn. Want trust me, het wordt volgend jaar nog mooier dan dit jaar. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Mwah.